Welkom bij de derde aflevering van ons South by Southwest magazine. Ik ben op weg naar de Game Expo, een apart onderdeel van het festival. Een hal helemaal vol nieuwe games, gamers en mensen die dat komen spelen. Hartstikke leuk. Blijf kijken, vooral als je Erwin, die nu mijn iPhone vast heeft, wil zien dansen op muziek van het Nationale Ballet. Dat lijkt me de moeite waard. South by Southwest, het technologiefestival in Austin, Texas, is steeds groter aan het worden. Speelt zich op steeds meer locaties in de stad af en gaat over steeds meer verschillende onderwerpen. De Game Expo is al een paar jaar aan de gang. Is eigenlijk een heel bijzonder onderdeel van South by Southwest, omdat het een open element is. Iedereen kan hier naar binnen. Dus allemaal lokale kinderen uit de buurt, komen hier lekker de hele dag gamen. De internationale verzameling van game developers is hier om te testen, om te laten zien wat ze kunnen en misschien wel om te verkopen. Dit jaar is er ook een Nederlandse delegatie actief. Die staat hier op de achtergrond. We gaan ze spreken. We zijn bij de stand van Action Henk. Ik heb daar hele goede verhalen over gehoord. Wat maakt Action Henk goed? We hebben geprobeerd het heel simpel te houden. Dat vinden we heel belangrijk. Dat je het in één minuut kan oppikken en meteen snapt waar het over gaat. Maar als je langer speelt, al speel je meerdere uren, kom je steeds nieuwe trucjes en nieuwe dingetjes tegen. Dus ik denk dat dat de kracht is van Action Henk. En dat gecombineerd met het feit dat we hebben geprobeerd het heel vrolijk en heel toegankelijk uit te laten zien. De game is nu bijna af en we zijn nu een dik jaar bezig. Ja, een jaar en 3 maanden ongeveer. Dus het is al wel een tijdje, maar we zijn nu echt de laatste dingetjes aan het doen. Dus het is bijna klaar nu. En financier je dat uit eigen middelen? In eerste instantie wel. Dat hebben we allemaal zelf freelance werk gedaan. Studiefinanciering helpt ook wel. Maar uiteindelijk, toen ons geld een beetje op begon te raken, zijn we voor Steam Early Access gegaan. En dat is een soort van beta-programma waar mensen al zeg maar, de game kunnen kopen en de ontwikkeling kunnen steunen. En met dat geld maken we nu in principe de game af. En dat is nu, zijn nu in de laatste fase daarvan. Hey, je bent nu op South by Southwest om hier te laten zien. Waarom ben je hier? Wat is je doel? Natuurlijk om gewoon de game aan zoveel mogelijk mensen te laten zien, dat is het belangrijkste. En je merkt vooral, omdat er zijn hier veel families met kinderen en de game, omdat die zo vrolijk is, werkt die gewoon heel goed bij kinderen. Wij zetten elke een duim op het scherm, vervolgens zit er een cirkeltje in het midden. Als wij de telefoon draaien, dan roteert het cirkeltje over een bal heen. En op het moment dat wij al die ringen pakken die op deze bal liggen, Dan zijn we eigenlijk de beweging aan het doen. Dit is één van de 8 dansen. In totaal zitten er dus 8 dansen in. En 4 van die dansen die zijn gemaakt door het Nationaal Ballet. Dus op het moment dat je die gaat doen, dan wordt het ook heel belangrijk dat het een choreografie is. En dat je de bewegingen oefent. En dat je precies op de muziek danst. Dat is toch wel even een volgend niveau, maar in principe kan het spel je dat dus leren. Ja. Waarom het Nationaal Ballet hiermee wil helpen is waarschijnlijk omdat zij natuurlijk een behoorlijk traditionele, behoorlijk conservatieve sport uitoefenen. En dit is voor hun eigenlijk een van de weinige manieren om eens een keer een uitstapje te doen. Ik kwam naar hun toe met dit idee van, ik kan op deze manier mensen aansturen. Lijkt jullie leuk om hier aan mee te werken? En die stonden gewoon te popelen. Dat was eigenlijk gewoon een binnenkomertje. Nou, we hebben een game, die is in ontwikkeling en die is echt een heel pril stadium. En wij komen hier gewoon kijken hoe het publiek erop reageert. En hoe reageert het publiek erop? Nou, wel een beetje zoals wij willen, want het is een experimentele game, dus het is niet heel makkelijk om te doen wat je eruit wil halen. Maar we zien wel dat mensen snappen waar de game over moet gaan. Dus een game die gaat niet alleen over combat, ook over praten. En dat is toch wel anders dan heel veel games. Maar mensen reageren er wel positief op. Die vinden dat wel interessant, vinden dat wel leuk. Maar had je dat ook niet gewoon lokaal in Nederland kunnen doen? Dat had zeker gekund, maar we waren hier sowieso om een andere reden en dachten we, dus pakken we dit mee. Dat is wel gewoon, Amerikaans publiek is wel een belangrijke doelgroep, dus het is wel mooi om mee te pakken. Oh my god! Wat is Panarium?
Pneum is een game die gaat over een klein jongetje die heet Willy. En Willy zit vast in een soort van kwaadaardig circus. En dat circus is een soort van uit platformen waar je op kan springen. En hij wordt constant bestookt door allerlei wapens. Dus je hebt raketten, vuur, water, stenen, whatever. Dat is heel veel dingetjes. En je moet zeg maar zien te overleven. En als je straks thuis komt en je moet zeggen wat je eraan gehad hebt, wat zeg je dan? Ja, ik denk vooral dit. Die kinderen die het hier spelen en die het fantastisch vinden. Dat denk ik. Ja. Ja. En hoe lang hebben jullie erover gedaan deze game te ontwikkelen? Nou, we zijn 2 jaar geleden begonnen hieraan. Maar dat is niet fulltime geweest. Toen we hier aan begonnen was het echt nog parttime. We moesten geld halen uit andere bronnen, uit andere opdrachten, zeg maar. En we hebben sinds een jaar bij een publisher die ons ook financieel ondersteunt. Dus sinds een jaar zijn we er echt wel fulltime mee bezig. Dus er is steeds meer tijd in gaan zitten, denk ik. Dus ja. hoe internationaal zijn jullie ambities? Ja, heel internationaal. De gamesindustrie is een internationale industrie. En zeg maar, vanuit alleen Nederland kunnen we het niet hebben. Dus we moeten het echt van de internationale markt hebben. Dus ja, ons focus is heel gericht op Amerika, echt grote Europa. En ja, dat is heel internationaal, ja. Dit is voor mij de eerste keer Southwest West, dus het is heel erg aftasten voor mij. Ik denk dat wat ik het meest eraan heb gehad is dat ik vooral weer heel veel mensen heb kunnen laten spelen. Ik heb toch weer wat dingen geleerd over mijn eigen spel. Na een jaar na release vind ik dat toch wel heel bijzonder. Af en toe dan speel ik met mensen die bijna natuurtalenten zijn. Dat is enorm inspirerend. Dan kan ook ik weer even ervaren hoe het ook weer is om echt even in die flow te raken, om met mensen te dansen. Ik ga er niet heel erg veel aan verdienen, direct. Maar het geeft me wel weer een gevoel van, ja, ik weet wel waarom ik het doe. Hoe goed is Nederland als gameland? We zijn goed onderweg. Maar we zijn nog niet goed. Ja, het kan altijd beter natuurlijk. We moeten nog een beetje groeien. Maar ik denk dat we wel al een goede plek aan het nemen zijn. Waar wil je over een jaar staan? Ja, dat is een goede vraag. De gamesindustrie is een hele grillige industrie, zeg maar. Het is heel erg afwachten in hoeverre je succes gaat halen met games. Want er zijn heel erg veel mensen die games maken, zeg maar. Dus het is heel moeilijk om er in op te vallen. Maar waar ik eigenlijk het liefst zou willen staan, wat het mooiste zou zijn, is dat wij over een jaar bezig kunnen zijn met ons nieuwe project, gefinancierd door de opbrengsten van dit project, zeg maar. Dus dat we gewoon lonen hebben. Het hoeft niet te veel te zijn, maar gewoon dat we kunnen leven van het maken van games. Dat zou echt het mooiste zijn, ja. Wat een teringherrie was dat daar in die expo, in die Game Expo. We zitten nu even uit te blazen in de bar van het Driscoll. Dit was alweer de 3e aflevering van ons South by Southwest magazine. Morgen zijn we er natuurlijk weer. We gaan dan een rondje maken langs alle verschillende sessies. Er zijn er hier duizenden. Dat wordt een gevarieerd verslag, beloof ik jullie. Dus weer kijken morgen.